En Sabine Zwaagaan zal de hengsten uiteraard toelichten. Ja, dankjewel Bert. Het is altijd mooi om te zien hoe de paarden zich doorontwikkelen. We zijn weer een jaar verder. En ja, je ziet aan de paarden dat ze aan bespiering hebben gewonnen. En de een die komt wat beter uit de verf, de ander misschien nu wat minder. Maar een hele mooie groep jonge Friese hengsten. Allemaal gezegend met veel rasuitstraling. Op kop geplaatst, catalogus nummer 524. Herre, een jeugdige hengst met een sierlijke belijning. Hengst beschikt over hard beenwerk. Hij stapt vlijtig en hij draaft lichtvoetig met veel atletisch vermogen. Herre 524. Op de tweede plek Gosse 526. Gosse is er heel mooi ingegroeid, heeft veel bespiering gekregen, heel veel rasuitstraling, heel edel hoofd. Gosse staat goed met veel lichaamsgebruik. In de draf hadden we misschien nog iets meer een iets sterker achterbeen verwacht. Heel mooi voorbeen, een hele mooie tweede plek voor Gosse 526.